De 41-jarige man die ervan verdacht wordt zijn 39-jarige hoogzwangere partner te hebben gedood, wordt vrijdag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Die bepaalt of de man langer vast blijft zitten. De vrouw werd maandag in haar woning aan de Star-Numanstraat aangetroffen. Uit sectie bleek dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dinsdagavond werd de man daarom aangehouden.